Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. Er drijven best wat wolkenvelden over Nederland. En in het uiterste zuiden valt ook nog wat lichte neerslag. Van het noorden uit trekken lage wolkenvelden het land in. Maar de zon schijnt vanochtend ook van tijd tot tijd en de neerslag die er nu nog valt zal verdwijnen. Het wordt vanochtend 17 of 18 graden. Vanmiddag klimt de temperatuur nog iets verder. Komen we op maximumwaarde uit tussen 21 en 25 graden. Op de Wadden overigens blijft de temperatuur duidelijk achter. De wind is noordelijk, meest matig van kracht. Vanavond weinig verandering in het weerbeeld, hoewel de opklaringen misschien iets aan het terrein winnen. temperatuur vanavond tussen 14 en 21 graden, maar uiteindelijk gaat die 20 graden er in het zuiden ook wel uit. Morgen wordt het dan 17 tot 23 graden, opnieuw wat lagere temperatuur op de Wadden. De zon schijnt regelmatig. Er zijn wat lage wolkenvelden in het noorden en sluierwolken in de rest van het land. De wind blijft noordelijk en matig. En dat blijft hij eigenlijk ook op de vrijdag. Dan 17 tot 20 graden met wat zon en meest droog weer. In het weekende weinig verandering in temperatuur, maar wel een toename in de kans op een enkele bui. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.